Discussion. Ja, ik weet hoe lang ik erover doen aan de bus al te sprinten, man. Ja, ja. Ik ga uitklimmers spelen. Oké. Okay. Die Wageningers, hè, best wel sexy. Ja, schudden de hand op. Oké, okay, we spelen hem op papier. 3-0 voor Forza. Ik loop niet zo snel, ik heb het schat tegen. We kunnen hier wel even in de richting met de auto. Ja, of een fietsje. Als deze set wat langer duurt dan verwacht, weet je dan. Als ik straks weer in de set, dan moet ik gaan kosten. We hadden eerst een keer wat afgespeeld kunnen worden. Ja. Maar we kunnen je best brengen. Het is zijn. Nee, volgende keer brengen we je niet. Nee, is klaar. One time offer. One time offer. Jules met de easy money. Oorzen ingemaakt met min 1. Another game and watch steps up to the plate. Mad money. Lekker man, dubbeltjes, dubbel spelen. Much fun was het. We hadden nou 3-2 en 3-0 gedaan. We kwamen echt steeds harder erin, jongen. Maar ze wisten ook niet zo goed wat ze moesten doen. Want in het eerst zaten ze gewoon kaart met z'n tweeën op jou. Maar ik kon jou daar best bij supporten. Dus dat ging best oké. Okay. En toen ging deed het Nes gewoon op mij jagen. Maar dat gaat ook niet echt zo snel, weet je wel. Ik denk niet dat er, veel dingen zijn die slecht zijn aan Bowser. Mijn Bowser. Oh, de hype! Dit is Grand Finals! Het is hartstikke hard aan. Grand Finals? Alright, dit is de tweede Game & Watch achter elkaar. Twee Game & Deze Game & Watch is iets meer doorgewinterd. Deze Game & Watch is wel iets wat grijzer, iets wat kleurlozer. Ja. I've seen many winters this one. Oké. Dat was een sick edge card tegen zo'n fucking auto sweet spot move. Ik bedoel, hè? Fuck it. Het is een putdeksel, maar ik kom gewoon naar beneden. Eigenlijk kan hij gewoon beter walk of back air doen. Want die linker, daarmee hit hij hem dan toch als hij naar boven komt, denk ik. Het is best safe voor het Game Watch. Dit is wel kill percentage bijna voor IC's. Ja, de grab game op Game & Watch is gewoon niet zo goed, omdat hij zo paperweight is. Ja, maar ook, best goed ook de Up Beyond Shield, of gewoon de Panic Up B is ja. Ook prima. Solid. En je kan ze daarmee nog separate ook. Ja. Okay, well, that's one down. Dat je geen risico neemt, goed gedaan, goed gespeeld, voor het herroepen. Oké, dat is nog wat te overbruggen, weet je wel. Zeker. Dat is wat te doen. Moet hij niet in zijn down air lopen? Die hij was ook niet helemaal nee, hij had hem nooit zien aankomen. Ja, dat is pittig. Dan sta je opeens een hele stok. Fucking hell, dan staat Koen in een Grand Finals. Wat vinden we daarvan ons? Ik vind dat Koentje een fucking beest is. Ja, hij moet het nu van gaan doen. Ja, hij moet het nu van gaan doen. Hij is onze Mr. Els. Els. Volgens mij DI't hij ook alles naar onder. DIB, solid. Goeie keuze. Oeh, dat is zo gevaarlijk, maar... Oh, okay, zit Koentje nog in het wezelinstinct, weet je? Ja. Ik weet niet. Ja, dat is goed, dat is goed. Kijk, dit is gewoon goed. Kijk, hier wordt... Ah, bam! Kijk, hier wordt over nagedacht. Dat is zelf.
Nou, ja, gaat hem niet lukken, hij heeft invincible weightage. Hoe je dat moet edgeguarden, dan moet hij even uitstekend vinden. Ja, pro tip, hij gaat altijd voor de waveland on stage, ja. Icy's. Nice, okay. Nice. Zachte drop, ah nee, ook niet. Hij schilde wel, of shielde wel goed. Dat is wel prettig. Oh, meestal is goed. Oh, nice hoor. Keuze, maar. Oh. Kijk, weg. Oeh, ja, maar wordt hij gecrouch cancelled? Oké. Zijn percentage gaat iets te hoog. Hij moet eigenlijk weer zo rond dit houden. Hij moet ze in de lucht houden. Als hij onder, lastig, als hij onder de 80 kills zou kunnen halen, dan is het denk ik solid. Oeh, dat wordt nu lastig. Ja. Grab is nu, zo tricky. Nu kan een grab een kill zijn. Ja. Oh, ja, die hit die komt er daarna ook nog aan. Hitten na de endpopo dan? Ja. Ja, volgens mij in deze instantie wel. Hij verloog hem twee keer, toch? Ja, dus het was gewoon... Nana kwam onder hem, toen dacht hij oké, ik ga gewoon zelf ook naar beneden. Maar toen kwam Popo nog links er langs. Right, the game watch stage. Eventueel problemen met als de platforms heel laag zitten, dat Nana of Popo achterblijft op het platformpje. Ja, oh man, dat is een goeie. We gaan zien wat hoe het uitmaakt. Dat was de die... Oh, hij geen doet jump. Het... Ja... Maar dat... Dan moet je dan checken. De tandcancel. Oh, maar dit is ook een flinke SD. Ja, pijnlijk. Zijn dit de GF chokes, Grand Final chokes? Goeie voor, ah ja. Hij moet ze echt een beetje gaan spacen, man. Hij moet gewoon een beetje back-edge eruit gooien, weet je wel? Ja. Net zoals Ganondorf dat deed, alleen de Game Watch is iets safer, denk ik. Ja, denk ik ook wel. Zie je? Dat is goed, dat is goed. Ja, hij doet altijd waveland. Kijk of Koentje dat... Hij pakt dat wel op, ja wel. Ja, daar pikt hij het wel op, volgens mij. Goed, handen weg. Oh, nee, rustig maar jongen, rustig maar. Oh, dat weet je, dan gaan we... Nee. Ja. Koentje, ja, zeker. Oké, dat komt goed. Oké, okay, dat is een kill. Prima. Even nog even fucking Nana raken. Gaat het nog? Is goed, man. Fijn dat je er was. Was leuk. Ja, mooi. Nee. Ga maar omzetten maar. Het is een beetje omgekeerde situatie van vorige game. Maar dat komt door de stage pick, denk ik ook. Of heeft Koentje het gewoon meer door? Who knows, man. Ja, dit is toch gevaarlijk. Rolt gelukkig goed weg, maar weer die... Ik zie IC's iets minder comfortable voelen. Ja, meer, minder iets minder ruimte. Die gewoon rustig die grabs en dan combo's, weet je wel. Ja, weer weinig minder ruimte. Kijk, hij gaat er snel voor gewoon upsmash. Ik denk dat hij bang is dat Game Watch uit die uit of zo. Ja. Hij komt nu hyper agressief nu. Staat hij bekend natuurlijk. Oeh, daar kwam hij nog net aan de rand. Oh, pittig. Downhill natuurlijk. Zo safe. Oké. Okay. Ice Climber stage control hier. Oké. Okay. Ja. Oeh, nee, hoofd is heel serie. Nu, ik zal... Ja, ga een randje hangen, man. Ach, wat een randje. Waarom hang je gewoon aan het randje, man? Je moet er niet ingaan. Dit is echt gewoon... Ja, oh, dat is mooi. Schitterend. Oké, okay, gevaarlijke keuze, maar het werkt. Jammer, ja, dat harde punish. Oeh, gaat hij nou te hard erin? Oh, goede downfield. Gaat hè? Hij precies hard genoeg erin? Hij crouch, dat is wel goed. Op laag procent crouch kent ze nu gewoon die wave dash up en attack. En dan is het gewoon... Nee, dan kan je. Dat is prima trade in principe. Ook al sta je nog achter, weet je wel. Ja. Die moet gewoon die stok hebben dan. Ja, zeker. Je moet nu wat gaan doen, hè. Oké, okay, mix up. Oké, okay, goed dat hij niet ingaat nu. Want er werd omgevraagd. Oh, dat lukte. Dat was eigenlijk gewoon... Eigenlijk meer Absoluut. Foutje van Icy's dan goed gespeeld van Game Watch. Nee, zone. Maar het komt van boven, dan. Ja, pittig. Waar was jammer, die jump? Jammer. Waar was die jump? Zou Koentje nou ook de fout maken dat hij eerst jump en dan upbeat? Want volgens mij weet hij dat dat... Nou, hij heeft ook veel kills ermee al gemaakt, hè? Daarom ging hij net ook zo vroeg dood, omdat hij zei geen jump. Ja. Nee. Maar dit is wel een beetje de game waar de hele boel omgegooid kan worden opeens. Ja. Oeh, ja. Ja, dat is punish. Oeh, oké, komt er net op tijd uit. Zo. Net voordat Nana omhoog komt en de hamer grijpt weer. Two arms, man. Two arms, man.
Oh, oké, okay, daar had je wel een Beyond Shield kunnen doen, hè. Daarmee, je kan oh, best toch. Wel... God, hij laat naar hem meeglijden. Ja, ja, ja. Ook een soort van pain train. Maar dat moet de punish zijn op die sicke down smashes die Jules Tatum doet. Waar zijn de Game Watch down smashes eigenlijk? Volgens mij is dat ook best oké okay tegen ja, precies. Denk ik misschien wel. Sowieso, tegen Wave Dash on stage, man. Ga je gewoon een beetje van de stage staan en dan doe je gewoon oh, je down smash. Dan cover je wel heel veel. Dat moet ik wel, ja. Maar ik vind tot nu toe zijn crouch cancels ook prima. Ja. Het is tenminste een plan, weet je wel. Nana hoog, dan komt terug. Oké. Ice Climbs met die solidie te pakken. Hier moet hij iets tegen vinden, Game Watch. Ja, hoog komen, dat werkt. Oh, jammer. Nee, moet even het goede moment pakken en dan van hoog erin komen snel. Want ook al is het goed en covert het low, het is wel voorspelbaar. Je ziet die hopjes, dus je kan timen. Zo, de leg zat daarop, zeg. Ah, harde punish. Pittig. En het plateautje hielp ook net niet mee, hè. Nee. Oké, okay, volle stok. Oké, okay, de down air is natuurlijk veel pijn. Ja. Oké, okay, separate. Ah, hij heeft ze nu goed uit elkaar, hè. Houd ze, houd ze op snijden. Goeie down throw nee, natuurlijk nee, op. Ah, kijk, 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 tuurlijk. Daar komt down smash. Hij moet zijn lucht in krijgen. Dat is een goede down smash, hè. Oh, dat was ah, close. Ja, dat ja, was ja. Close. Oh. Nana down. Nee, 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 die is weg. Goeie air doortje, though. Alright, space hem op zijn shield, hij heeft geen rangey popo. Oké, okay, platformpje hype. Voor je DI naar boven daar. Oh, retaliation van popo. Goeie up smash. Ja, dan zit de Game & Watch in de lucht. Ja, dat is echt. Oeh, dan heeft hij geluk. Down smash natuurlijk. Hij gaat heel veel down smashen. Up smash ook meer. Oh, high ceiling redt hem weer. Ja, maakt die stok af. Dat ja, is dat is de nerd. Daar is de out of a B. Hartstikke mooi. Classic. Okay. Stuurt hem recht de hoek in, maar dat maakt niet uit, want hij hit hem zo hoog. Bam, knalt van doorheen. Hij moet echt, als hij serieus oh, is... Oh, daar, dat is zo'n opportunity. Ik wilde het net zeggen, als Koentje gaat opletten op die down smashes, ik denk, killt hij echt elke keer mee. Naar achter, niet ingaan met spares, maar opgevangen. Ik denk dat dit de choke is, de fair approach is ja? De choke, denk ik. Ja, weet ik niet, man, het gaat nog wel goed. Kijk, dit is goed. Maar je kan niet recht om afkomen, door die, het hangt gewoon voor hem, dikke disjoint alles. Ja, maar toch is dit goed. Ja, nu wel. Dit is prima. Oké. Okay. Keuzes, keuzes. Ga je achter Nana aan? Ga je Popo aan snel ja, aanpakken? Ja, ze zijn alweer samen. Ja, het is een grab. Nee, dash tag. Nog niet. Nee, te eager. Ah, Jules wil het afmaken. Ja, dat de stoel is te ver. Op zich oh, hij is zo eager. Oh, hij wil oh, het zo graag. Oh, dat is een... Oh, en dan krijg een je een nul. Oh, dat is 7. Healing. Heel gewoon door tot je zeer te dead kan doen. Super solid threats van. Ja, dat is prima. Oh, de down smash! 3-0 bracket reset. Bracket reset. Het is echt, echt waar hoor. Het is bij alles down smash. Maar nu wordt het zo een reverse insane. 3-0 in de bracket reset. Tuurlijk! We gaan even. De fab geluidjes zijn for real. Mag ook wel, hè? 0-0. De break reset man, net! Ja, ik moet ergens zitten, Chris. Nee man. Nee man! Jij gaat niet zitten, jongen! Jij gaat staan kan, en praten, jongen! Wel, commentary! Doe het! Doe het! Als jij even wat anders wil doen ofzo, Tobbetje, is ook goed hoor. Ja, dit is nu wel in de front. Ja, hij moet nu naar players in front. Players in front. Ja. Oh, de fistbump, jongen. Kijk, dit is het, hè? Dit is het. Kijk die harde kaaklijn van Kune. Hij is ready. Kune is ready, man. Ik hoop dat er meer downsmashes zijn van Kune, maar dan niet paniek downsmashes. Oeh, de fair een approach, maar enigszins goed gespaced. Oké, okay, is prima. Shield pressure. Oh, man. Als dat, gotta get them separated. Als dat forward tilt zijn, hè? Oh, wow, dat raised het gewoon ofzo. Oh! Ah! Oh, dat was even daar zo, dat moment dat je zo je hart aan vasthoudt. Oh shit, zijn chip is al weg. Oh, kutzooi. Ben niet biased voor hem. I see stage control, dat is lastig. Ja. Oké. Okay. Redelijke damage. Vliegt een beetje heen en weer. Het is nog niet echt een duidelijke strategie aanwezig volgens mij aan de Game Watch kant. Dat is een plus voor de IC's. Oké, okay, grab. Ja, pittig. Hij laat zich gewoon grabben. Oké, okay, animatie is voorbij. Ik grab jou gewoon.
Zo slim. Ja. Of ik charge een forward smash, want het duurt heel lang. Ja, ja, ja. Dat is geen goede optie. Maar ja, probeer maar eens even uit je systeem te halen, weet je wel. Ja, dat is lastig man. Grabs zijn namelijk al een sicke setup. Kan ik mijn deuren? Ja! Dit kan een spitter worden. Nee! Net mis space! Zo terecht! Dat was echt een mooie edgeguard, though. Ja. Elaborate. Ja, nou, solid gewoon. Solid. Nou. Ja, thanks man. Ik ben hem de hele tijd kwijt. Alright. Kan je het een beetje zien? Ik zit ook lekker hier. Ik ben niet eens met deze station. Ja. Eigenlijk, voor Game Watch. Als je die down B approach krijgt van IC's, dan kan je niet van boven zijn inkomen nu. Nee. Dan geef je hem gewoon de dikste en duwt hij je gewoon gratis aan de rand toe. De eerder down smash. Ja, het is echt ongelooflijk. Het lijkt nog steeds een beetje op de vorige games, moet ik zeggen. Ik denk echt dat, dat gisteren Jules onze PSV een highlight reel heeft gezien. Met die down smash. Dus ja. Kijk weer, daar heb je weer een down smash. Down smash. Wel je down. Die Abby met een hitje erop is natuurlijk super fijn. Ik denk echt dat, dat Koen de meest emotionele speler is. Als je het gezicht ziet, dat is echt absurd. Dat is toch genieten? Ja, tuurlijk. Hij zit gewoon in de game, weet je. Nee, niet bukken, dat was finished. Gewoon lekker down air. Down air. Oké. We live in! Oké, wat is shit? Oh, dat was een soft hit, gelukkig. Game Watch. Wauw. Kijk eens! Ja, pak hem op de Waveland, hè. Waveland is een goede optie, maar ja. Ja, randje hangen, zo belangrijk. Op hoger niveau wordt dat zo belangrijk. Ja. Je kan zoveel doen in die invincibility frames. Zeker. Maar weten ze nog maar het halve werk, in ieder geval. Ja. Oké. Okay. Krijgt ze goed de lucht in, dat is waar hij echt al zijn value vandaan haalt eigenlijk. Die ground game, dat verliest hij gewoon langzaam. Sowieso, je weet, als de Ice Climbers, als Jules. Ja, prachtig. Kijk, zie je? Ja, dat is schitterend. Maar als de Ice Climbers met hun rug naar je toe komen, dan gaat hij sowieso voor wave dashback downsmash. Ja. Het is net gewoon, je moet kijken naar die tells. Wauw, trek hem gewoon in, jongen. Wat een read, jongen. Komt goed, Koentje, rustig maar. Rustig naar Koentje. Even nadenken, adaptations maken. Nee, wat je zei, gewoon lekker normaal spelen. Is dit. Hij zei, hij moet het niet zo serieus nemen. Oh, man. Ik denk dat Ice Climbers al bekend is met deze matchup. Ja. Het is wel een goede matchup voor Mart op zich. Want ze hebben om erin te komen eigenlijk alleen down B's of wave dash down smash. Ja, als die het goed spaced, hè. Want ik bedoel, als IC's een grab hebben. Oh, Jules! Shit. Ja. Jules begint ook de nerves te voelen misschien. Ja, als je Koen Smart tegen je krijgt, dan is het. Maar hij kent Koen Smart ook niet, hè? Jawel, hij heeft alles teruggekeken. Haalt uit. Daar haal hij vanuit die imagingen. Oh, gaat Nana. Daar gaat Nana. Oh shit, what the fuck. Ja, dit is een heel pittige popo. Oké, oké. Ja. Goed voor recovery, up die platformpjes van Mart. Up tilt weer, wavelet, nee, gaat gelijk voor back, hè. Moet inkomen met een down tilt nu, nee, dat wordt gekregen. Dat is te hard. Ja. Te hard, hard wordt dat gebied. Oké, keep your cool, weet je. Ja, dat is goed, goede spacing. Kijk, dat is wel schitterend. Hij hoeft niet zoveel te werken, hij moet gewoon spaces. Ice's moet je gewoon spacen. Hij moet er gewoon lekker ingaan met separation moves. En dan als Popo alleen is, gewoon rustig spacen. Rustig naar de muur duwen. Oh, dat is. De nadekill. Leuke move om te killen, jongen. Maar een gekke move om te dodge ook. Het is een floaty, hè, die Mart. Dus, ja, dat wilde ik net zeggen. Hij is wel ook als ze hem in de lucht krijgen. Ja, pittig. Okay. In de lucht hebben de ijs niet zoveel kracht, moet ik zeggen. Nee, maar ze kunnen denk ik wel gewoon redelijk juggelen op deze stage. Ook met de plateautjes. Jules heeft goede tech chases, dus. Goede down smash shadow shield. Misschien moet Martel gaan voor shieldbreaker zo. Ja, nee. Ja, inderdaad. Beetje voorzichtig met shieldbreakers in komen. Die shields zijn niet groot van IC's. Nee. Oké, daarna met shieldbreakers in komen.
fuck denkt Nana daar, joh? Nana forfeit, Nana moet de bus halen. Ja, die denkt van, oké, weet je, geef Koen gewoon... Nana zegt, op 32 moet ik de bus hebben, jongens. Fucking bracket reset en shit. Ja. Oh, chill, chill. Popo moet ook de bus hebben, Jezus. Popo's, hij denkt, nee joh, Nana, ik kom je achteraan. Wauw. Dan weer een downswatch, natuurlijk. Oké, Yark-tilting. Yark-tilting. Oh, zo sterk, hè? Ja. Dat ongelooflijk. Dat zijn je roots als Mart, hè? Ja, maar dat... Nee, joh. Dat is de nieuwe meta, man. Ja. Ja, joh. Yark heeft dat uitgevonden. Counteren. Ga gewoon counteren op die snowstorm. Fuck it. Ja, ik denk niet dat snel genoeg is. Dit is zo sick, though. Oh, shit. Sick. Ja, kom maar. Daar is die. What the fuck? Ja, is goed. Het was een solid 2 suicides. Wat? Ga je heen, zegt hij. Waar ga je heen? Wat vind jij ervan, Rogier? Ga je heen naar huis toe, jongen? Zonder geld. Hè? Knallen! Oké. Okay. Hier meer gebruik van de side B, meer gebruik van de ijsblokjes mogelijk. Little B. Nou, Koentje pakken als eerste game. Ja, dus, Koen is... kunnen wel harp op zijn markt. Ik dat doe ik helemaal niet. Ik vind juist dat hij super goed dan. doe ik nooit de harp op markt. Nee, maar serieus. Dit is wel voorbij. Geen jump. Hij zat hem. Oh shit! How are you ik going to dat jump niet voor? Ja. Ik van fuck jou, man. Ik laat je niet aan. Oh, dash attacks. Okay, dat bedoel ik ook, hè? Maar is wel goed jump. Kleine boenders zijn het, die ice climbers met een bot kragen. Shit. Oh, fuck je af. Pak hem gewoon bij zijn bot kragen, jongen. Je bent sowieso terrorcorp. Ah, oh, nee, nee! Die kleine ice climbers. Oeh. Ice climbers, de goede weight en floatiness voor die grab. Jules die recovert echt maar op één manier, hè? Oeh, slechte optie. Maar geen punish, dus prima. Ja, anders zou die echt kut zijn. Oh, shit. Keep it alive, Jack, keep it alive. Dit is een kwestie van Popo de hoekje in duwen met Mart. Niet te agressief ingaan. Gebruik je tilt schoon ook een beetje. Ja, ik zet het downtilt ook meer. Oké, dit is prima. Oh, dat is oké. Oeh, ja, maar Koentje. Ja, maar Koentje die krijgt die downsmashes wel door nu. Maar hij krijgt gewoon niet een punish omdat hij zo ver range en dan een beetje space heeft. Ja, maar kijk. Hoe kom je daarin met Popo? Ik zou het niet weten. Ja, dat is heel lastig. Misschien een risky side B. Ja, weer een tipper misschien. Dat kan je ook niet veel. Dat is ook mooi. Dat is een soort. Oeh, geen DI. Ik denk dat Nana extra hoge prioriteit heeft hier in deze matchup. Ik denk Popo dat... heeft geen kans, eentje. Ja, dat is heel goed. Ik denk ook dat wij met z'n allen wat beter moeten Edgar gaan Nana. Edgar Nana! Dus ik vind dat Nana het belangrijkste is hier. Ja, want kijk eens, dat is nu zijn approach. En dan heeft hij Nana voor nodig. Ja. Dus pak Nana en je snijdt gewoon zijn ballen eraf. Dat is gewoon basically wat er gebeurt hier. Dat is. Je tippert gewoon zijn nuts eraf. Not a good way to go, people. And try it at home. Oeh, dat was een sick down air. Ja, want het is te hard gepunished. Kijk. Maar prima. Nee, dat heeft geen zin. Oké. Okay. What the fuck doet hij nou de hele tijd? Als Mart of stage komt. Ah, down air! Nee! Dan was stallen. Oké. Okay. Pittige tijden. Zonde. Niet te vermijden. Terwijl dit op zich een goede stage voor Mart zou ik zeggen. Oké, komt ie. Oh, had je moeten laten gaan. Nee! Nee! Niemand houdt dat zien. Behalve Lucky, maar ja. Lucky is daarom ook fired nu. Get out. Ik dacht even dat Jules geen ja, goede keus. Nee, is van Naked Gun. Oh, maar dit zijn de Zwitser kleuren, jongen. Ja, nu is het echt wel aan, hoor. Paragon Champ. Kune. Young Prodigy. Young Kune. Ik denk dat Kune hier dacht van koop meer bieren. Fuck it. We gaan gewoon Game Awards, as my boy. Nee, ik vind het wel goed hoor dat de Game Awards gaat, want ik denk dat Jules van Marvin ook al door heeft. Ja. Hij had hem een Yoshi's moeten counterpicken. Ik denk op een grotere stage dan Marv. Als je denkt van nou Marv op zich wel oké, okay, maar ik voel hem gewoon niet. Ja. Maar hij moet ze hier gewoon, krijgt ze de lucht in. Ja.
Het is goed. Je killt. Ja, mag. Doe mij ook eentje. Ja. De classic naar achter rol. Als iemand vanuit het span op je afkomt. Dat wordt altijd gepunished. Zeker. Dat moet Koentje wel weten, maar under pressure, hè. Dit is percentage. Maar je kan het op uitkomen als Game Watch. Ja. Die upbeer is zo sterk, ook onze. Oh shit! Kut! Oh shit! Letterlijk een misfire. Oh, de double carap attack, zo sick! Oh, pittig! Oh man, down throw met up smash, tuurlijk! Nee, de Fountain Dreams. Oh, punishable. Nee, niet Abio, gewoon rustig. Nee, dat is goed. Alright, Nana nog niet out of it. What the fuck? Ja, goed. Nu goeie. Wel! Ah, nee, het was net dichtbij. Kijk, tournament stuff voor Koentje. Wordt echt iets gigantisch. Deze Popo moet goed afgemaakt kunnen worden hier. Hij moet hier geen procent op pakken. Oh, dat is zo. Nee! Oh! Double Buster. The Jewels wint de Grand Finals. De classic best of five. Ah, we hebben applausje voor doen. Blijf applaus, jongens. Well played, gentlemen. Oh, een beetje applausje. Jules, even wel. Congrats, Jules. Grand Champion. Well played, seniors. Wat nieuwe fiscal? Ja, met je iets te serieus. Dreeft ons op.